paar maanden geleden interviewde ik jou, toen was jij erg zorgelijk. Hoe staat het er nu mee? Het gaat eigenlijk heel goed. We hadden zorgen omdat we niet het hele aangevraagde subsidiebedrag hadden gekregen. En uiteindelijk heeft de gemeenteraad echt unaniem gezegd van belang voor Amsterdam is dat het schip ook kan blijven voortbestaan. We zijn natuurlijk ook al lang hier bezig en dat is allemaal rondgekomen. En dat is een enorme opluchting. En dan hebben we nog een beetje COVID-zorgen, dat heeft iedereen. Dus dat is een algemeen gedeeld probleem met iedereen. En we hopen dat daar ook de komende tijd toch stappen ingenomen gaan worden dat musea weer open kunnen. Ja, nou, uiteindelijk is het natuurlijk de gemeenteraad bepaalt wat er in een stad gebeurt en die hebben het gesteund. Nou, wat heel leuk is, is dat los van de ellende die het heeft veroorzaakt, dat je in de onzekerheid komt, de stevigheid gegroeid is. De raadsleden die hebben ook allemaal gezegd, nou, we komen naar het schip zodra het weer open is. Heeft Stadsdeel West daar nog ook een rol in kunnen spelen? Zeker, natuurlijk. Ja, Stadsdeel West heeft natuurlijk ook in de Stadsdeelraad erover gesproken. En er was ook heel veel steun in de Stadsdeelraad. Veel mensen kennen dan vanuit Stadsdeel ook Museum het Schip. De mensen zijn echt wel trots op Museum het Schip. Dus dat heeft een hele goede bijdrage geleverd. Er is veel over gesproken, over het internationale belang van zo'n prachtig gebouw en het museum, wat zo'n belangrijke geschiedenis vertelt als de beginjaren van de volkshuisvesting en de kunstvorm en de architectuurvorm van de Amsterdamse school, waar Amsterdam zo verschrikkelijk uniek in is.